De Livingston School uit Gouda. Het zal ongetwijfeld deskundig kunnen vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit met zo'n jacht. Cadeau wordt ook aangeboden. Ik heb u al gezegd, dames en heren, het is wel het einde van de stoet die hier langs trok, maar zeker nog niet het einde van deze reportage, want naar verwachting zal zo dadelijk de koninklijke familie naar het middenterrein gaan om daar ter plekke te bekijken wat al die 28 oranje verenigingen hier naar voren hebben gebracht. Wij zullen dat zo goed mogelijk volgen. We hebben ook een mobiele camera op dat middenterrein aanwezig, zodat u in ieder geval dat ook kunt meemaken. We zijn hier de hele morgen in touw. Sliedrecht is er met het binden en maken van een zinkstuk. Er wordt zelfs gemini-voetbald door een oranje. Enfin, we zullen het zo lang mogelijk zien te volgen. Dit moet volkomen spontaan zijn opgekomen, want er was niets van bekend dat dit zou gebeuren. Maar u begrijpt dat het in dank wordt afgenomen door al die enthousiasten die daar achter de dranghekken staan opgesteld. Die bomen hadden ze eigenlijk even weg moeten halen. Ja, we zijn naar het trampolinespringen gegaan, want u begrijpt dat de camera er verder niet meer bij komt. Showband Jubal uit Zwolle is dat. Vanmiddag ook weer aanwezig bij de grote optocht die daar zal zijn. Leden van de koninklijke familie natuurlijk onmiddellijk naar het zwembad, waar Pijnakker toch wel enorme eer mee heeft ingelegd hier, vind ik. Ja, daar gaan ze. In de waterfiets. En ik vermoed dat de prinsen toch wel liever zouden hebben dat zwembad permanent bleef staan hier op het voorterrein. Een van de fietsen van de Buggle Readers. En hier de demonstratie kunstschilderen. De kunstschilders waren dat uit Katwijk aan de Rijn.